Welkom in mijn studio. Mijn naam is Johan Zwaneveld, Studio Zwaneveld. Ik zit in het mooie plaatsje Heteren. En ik wil vandaag iets laten zien wat ik nieuw aangeschaft heb. Wat mij als productfotograaf wil interesseren. En dat ga ik met deze demonstratie aan jullie laten zien. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Het gaat over de V-cone die daar staat. Ik zal hem even pakken. En die V-cone die is gemaakt door V-flat. En V-flat die heeft dat ding gemaakt. En meneer Carl Taylor, een fotograaf uit Guernsey, die heeft dat ergens van die eilanden, die heeft dat ontworpen. En hallo. En die zet je in elkaar. En je zou denken, nou, een beetje hond heeft ook zoiets nodig. Dat klopt. Daar komt het eigenlijk wel vandaan, denk ik ook. Maar goed, het werkt fantastisch, want die kegel die zorgt ervoor dat als je dat over een onderwerp heen zet, dat je dan, dat het dan heel mooi verlicht wordt. En ik zal straks wat videoopname maken. Ik geloof dat het nu kan. Even kijken. Neemt nu op en dan zie je straks wat er gebeurt hier in het plaatje. Het is een glimmend apparaat. Ik ben gespecialiseerd in metaalfotografie. Klinkt heel raar, maar ik ben het wel. En met dit apparaat krijg je gewoon mooiere kleuren. Wat ik normaal gebruik is ook heel veel tracing. Dat is dit mooie spul, dat is van Lee. En dat is geen papier, maar dat is een soort kunststof. En dat geeft ook een heel mooi licht. En dat hang je. Het voordeel hiervan is dat het heel groot is. Omdat je dus ook over grote onderwerpen kan gebruiken. Dit is natuurlijk wat beperkter. Maar we zullen eens even kijken wat er gebeurt. Als we het onderwerp over dit ding heen zetten. Dan wordt het al een stuk mooier. En dat is natuurlijk logisch. Nou, dan zou je zeggen, iedereen kan het dan doen. Nou nee, want zoals je ziet heb je een behoorlijke opstelling nodig. En heb je ook nog licht nodig. En als je het ook nog scherp wil hebben, dan zul je ook nog moeten flitsen. Dus met andere woorden, het is niet voor iedereen weggelegd. Ik zal even kijken of ik nog wat beter kan scherpstellen. Nou, ik gebruik mijn iPad voor, omdat ik niet altijd bij de... Ik kan nu niet in de camera kijken, dus dan kijk ik op mijn iPad. Daar heb ik een mooi kastje voor. Wat niet werkt is, dat was wel grappig, dat heb ik net uitgeprobeerd. Is een lepel, want dat is echt het moeilijkste onderwerp wat je kan fotograferen. Dat is een lepel. Want die hele lepel heeft een holle spiegel en dat is echt een drama. Dus ik heb dat eerst geprobeerd, maar werkt toch niet helemaal goed. Daar heb je dus toch weer de deskundigheid nodig van een goede fotograaf. As usual. Even kijken hoor. Ik geloof dat ik nu wat gefilmd heb. Ik ga even stoppen. Gaan we even... Ja, hij doet het. Nou. Ik zal even een foto maken eerst zonder. Eigenlijk is dat ook wel eerlijker. Zo. Maak ik zo, plof. Nou. As you can see, het wordt niet zo mooi. Je ziet alle krassen en dingen. Vervolgens zet je dit ding erop. En je maakt nog een foto. En je zal zien dat het er een stuk beter uitziet. Nou, als je dan de iets andere foto wil, dan kun je dus met die lampen iets gaan draaien. Of andere reflectoren erop zetten. Maar met andere woorden, je krijgt dus altijd toch weer een heel mooi, schoon
Metaalachtig beeld wit. Nog wat mooier maken kan je natuurlijk zwarte vlakjes erin plakken. Zodat je dus als het ware een verloopje of iets krijgt wat wel zwart is. Want als het helemaal, als het metaal helemaal witter uitziet, dan krijg je meer het idee dat het plastic is. Dus dat moet je ook niet hebben. Met andere woorden, het blijft een vak. En ik doe het graag voor jullie, dat vak uitoefenen. Dus ik zal nog even een foto maken, misschien van die lepel, dat je het even ziet wat er gebeurt. Want het is echt dramatologisch. Even kijken. Heel. Kijk, je ziet al wat er gebeurt. Nee, je hebt een hele zwarte lepel. Paf. Met drie lampen erin. Het ziet er niet uit. Maar, wat gebeurt er dan als je dit erop zet? Ik zal de foto's straks met jullie delen. Zo. Dan ziet het er al beter uit. En, I tell you a secret. Als je dit nou selecteert in Photoshop en je zegt tegen Photoshop generatief invullen en je zegt het moet een glanzend voorwerp worden of een mat glanzend voorwerp oppervlak, dan vult AI de rest in en heb je de perfecte foto. Nou, zover over de V-Con. Many thanks to Carl Taylor. En we gaan er lekker mee aan de slag met allerlei onderwerpen en voorwerpen. En dan komen we er graag weer mee terug. Hou mijn Instagram, Facebook, LinkedIn in de gaten. Dan zie je de resultaten vanzelf voorbij komen.